Kom op, je kan het. Ik gun het je zo om eerste te worden. Oh, 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 bijna. Niet zo slingeren. Ik kan daar zoveel mee genieten. Het is echt, echt super, super leuk. Maar heel stom, die andere drie... Deze zondagochtend. Ik ben gelijk begonnen met de tafel vandaag. Schuren, alles. En toen gaan spuiten. Maar elke keer kan ik pas spuiten als Sarah naar boven is. Want ik wil niet dat zij in die gasten staat. Dus die is gaan het aankleden. We hebben ervoor nog zitten Mario Karten. Echt zo leuk. Maar ze heeft één joystick. Dus we kunnen nu niet tegen elkaar. Maar ze is natuurlijk bijna jarig. Dus ze heeft een verlanglijstje. Daar staan die dingen ook op. Dus even kijken wat ze krijgt. Maar dan kunnen we het ook tegen elkaar gaan spelen. En de tafel is helemaal zwart. Ik moet nog wel een tweede laag doen, maar... Zo is wel te zien hoe die gaat worden. Kijk, hier zie je echt dat hij heel nat is en daar heb ik die plekken gedaan. Ik krijg hem niet helemaal netjes, maar ja, dat neem ik voor nu maar op de koop toe. Ik vind het al lang leuk dat hij zwart is en dat ik dat witte kwijt ben. Want dan zei ik, dat ben ik echt, echt zat. En ik vind het echt wel leuk. En we hebben rosé gouden accessoires ook voor erop. Dus dat maakt het wel extra leuk. Moet nu 10 minuutjes wachten en dan de tweede laag en dan kan ik gaan drogen. En een van die poten kreeg ik natuurlijk, die zit half vast. Die moet dan nog echt goed vastgeboord worden. En als dat gedaan is, dan is die helemaal klaar. Ik zie wel dat er af en toe van het schuin staan plekjes op zitten die niet helemaal 100% netjes zijn. Maar ja, dat ga ik altijd blijven houden. Maar voor nu heb ik zoiets, ziet hij er 100 keer beter uit dan dat idee. En... ja, de rest neem ik maar op de koop toe. Ik heb toch een kind en een man. Dus de tafel gaat sowieso niet lang netjes blijven. En nu kan ik hem altijd een klein stukje licht opschuren. En dan net een klein beetje verf erop spuiten. Dus dat moet wel redelijk goed gaan komen. Het is hier zo'n Mario Kart dag. Zeg wel alleen maar Mario Kart. Hè? Ik heb wel gedoucht, aangekleed. Ik heb gewoon even deze trui aan van Warehouse. Broek van Mango. En lekkere huissokken. Wat zeg je? Ik ruik wel. Ook Pokémon gespeeld. Ja, je hebt ook heel even Pokémon gespeeld. Maar Mario Kart is wel echt heel leuk, hè? En je wordt er steeds beter in, hè? Je rijdt nu ook als eerste. Je bent bijna bij de finish. Dus je zal sowieso geen laatste worden als je zo goed doorgaat. Niet te dicht bij de plant, die eet je op. Iets minder sturen hem op. Iets rustiger sturen. Dan blijf je heel goed gaan. Je kan het, je kan het, je kan het. Oeh, verkeerde kant. Kan gebeuren. Wel goed op de weg blijven doorrijden, dan kom je er. Benijntje achter je hangen, want je krijgt bijna een schild op je. Bijna. Kom op, je kan het. Ik gun het je zo om eerste te worden. Oh, 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 bijna. Niet zo slingeren. Zo slingert. Ja, 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 ja. Eerste! Yes! Is ja. Dat je eerste keer eerste? Ja. Ja, en ik heb het nog vastgelegd ook. Hé. Hey. Eerst ga ik... Hé, hey, gelukt! Mag ik eerst iets eten? Goed gedaan! Ja, mijn hele duim is verzwikt. Ja, is die helemaal verzwikt? Ja. Het is weer zo'n rommelig dagje. En dit soort dagen ben ik altijd echt heel slecht in vloggen. Maar ja, dan ben je zoveel hot naar haar aan het rennen. Marco is weer een stuk tuin aan het doen, maar het weer zit niet mee, dus dat allemaal gedoe. Ik heb net echt al het stof wat alsnog is neergedwarreld van het schuren van de tafel, heb ik allemaal schoongemaakt. Ik zag het elke keer al, maar ja, als je elke keer toch weer schuurt, dan is het zo nutteloos om alles helemaal goed schoon te maken. Ik heb allemaal dat soort dingen gedaan, dus, en dan vliegt ook de tijd zo erg. Nou goed, nu eten aan het maken, want het is natuurlijk weer zondag. Morgen moet Sarah gewoon weer naar school en op tijd. En volgende week is de week waarin ze jarig is. Het gaat zo snel. Ik moet van de week de tractaties maken. Ik denk wel dat ik het van tevoren, want er zit niks houdbaars in. Dus dat ik dat wel echt op tijd doe.
Dat ze gewoon klaarstaan voor vrijdag. En ja, ik heb natuurlijk heel veel inkopen gedaan voor het kinderfeestje. Maar vanaf morgen ga ik daar nog meer dingen voor halen. Dus dan moet het allemaal goed komen. En ze heeft er zo zin in. Het is zo schattig. Ze is zo aan het aftellen. Ik vind dat zo leuk. Nu denk je echt op mijn leeftijd van, een jaartje erbij. Ja, je bent heel goed aan Mario Karten. Weet je, ik vind jarig zijn zelf wel leuk, maar het ouder worden. Hè, ik vind het niet erg om langer te leven, maar dat je ouder wordt en meer gaat vervallen en meer rimpels krijgt en alles. Dat stuk zou voor mij achterwege laten mogen worden. Maar ja, dat geldt voor de meeste vrouwen. Maar op die leeftijd is het nog magisch als je jarig bent en je kan daar zoveel mee genieten. Dat is echt super, super leuk. Sarah ligt op bed, Marco is heel even naar vriend. Dus ik ga tv kijken. En ik heb Modern Family af. En het nieuwe seizoen van Jane Virgin staat online. Zo, dat kwam er echt heel goed uit. Dus ik heb me helemaal geïnstalleerd. Ik heb lekker mandarijntjes gepakt, want het was echt lekker. En ik ga even kijken. Ik heb trouwens wel net al een vlog geëdit. En die staat nu te renderen. Maar ik moest er 4. Ik lig heel erg achter. Nee, 3 nog. Hierna. Ja. Maar elke keer 's avonds met andere dingen bezig geweest. Dus. En dan sloeg ik een dag over en dan deed ik weer 1. En langzaam ging het toch verder ophopen. Dus ik ga kijken tot deze klaar is met renderen. En dan ga ik er weer 1 renderen. Of editen. Mijn computer pakt het niet als ik eentje render en edit tegelijk. Of dat op Marco er is, maar dat zien we wel. Yay! Beetje donker. Zo is het beter. Marco gaat proberen de poot van de tafel vast te zetten die mij niet lukte. Die zit half los. Maar ik wil, als ik de tafel toch doe, dat die poot ook goed vast zit. Dus ik ben benieuwd of het hem lukt. Jij hebt hetzelfde probleem. Nee, maar ik kom iets korter zo gewoon. Ja, pak ze hem dan wel goed genoeg. Zeker. Ik ben er echt lang mee bezig geweest en ik heb de poot niet vast. En die andere heb ik allemaal zo vast gekregen. In ieder geval. Nee, dat is ook door die poot, geloof ik. Er zitten hier allemaal spijkers in. Ja, dan duw je hem nu eruit van het door het boren. Dat had ik ook. Maar die spijkers kreeg ik er ook niet uit. De ene, oké, die was wel lastig te in omdat ik er niet goed bij kon. Maar deze kreeg ik niet vast. Extra lampje erbij, dus nu zien jullie wat meer. Marco lukt het dus ook niet. In ieder geval is het nu 1 schroef in. Omdat gaandeweg kwam ik op een idee en dat heeft hij uitgevoerd. En daarmee zijn we een klein stukje verder gekomen. Maar heel stom, die andere 3 poten. Die ene had ik moeite mee omdat ik er gewoon bijna niet bij kwam. Maar die was verder wel gewoon goed te doen. Die andere 2 gingen zonder probleem. En daar kon je ook makkelijk bij. Deze zit weer aan de moeilijke kant. En hij wil gewoon niet. En ik dacht, nou misschien doe ik het fout. Maar dat is dan wel een opluchting. Daar ligt het dus niet aan. Maar ja, het blijft een probleem. Want hij moet gewoon goed vastzitten. Hij zit in ieder geval met 1 schroef nu. Dus hij gaat er morgen naar kijken. Want hij had geen zin meer. En hij is nu naar bed. Ik heb het weer gedaan. Echt zo fout. Ik denk, ik ga nog een klein stukje Jane Virgin kijken. En ik heb natuurlijk de hele mooie belofte dat ik voor 12 naar bed ga. Met mezelf dan. Maar ik voel me zo niet moe nu. En dat is echt altijd mijn probleem. Als ik naar bed moet, ben ik gewoon niet moe. En ik heb altijd opstartproblemen. Maar waar ik nu achter ben gekomen, als ik vroeger naar bed ga, heb ik ze even hard. En in de lockdownperiode waarin ik echt, zeg maar, mijn normale ritme had, ging dat beter. Maar alsnog de eerste 2 uur van de dag ben ik eigenlijk gewoon niet echt goed vooruit te branden. En 's avonds zit ik vol energie. Ik zal het ermee moeten doen. Maar ik ga dus te laat naar bed nu. Het is 12:30 nu en ik moet nog naar boven. Dus ik ga wel de vlog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!